Stel, je zou moeten beschrijven wat je gemaakt hebt op een feestje. Hoe zou dat klinken? Ligt erop aan hoe laat het gevraagd werd. Waar zijn jullie de makers van? We hebben het Gezond Leven Platform natuurlijk gemaakt de afgelopen paar maanden. Dat is eigenlijk het bij elkaar brengen van al onze services. We hebben heel veel gezondheidsservices en die waren allemaal een beetje verdwaald en verspreid over de website. Mm-hmm. En die hebben we nu in een mooi één overzicht teruggebracht. Ik omschrijf wel, mag jij raden waar ik het over heb? Headerbeeld. Bliep, bloep, bliep. Mindfulness app. Soepel en sterk. En mijn leefstijlcoach. Nou ja, we hebben wel een paar mooie modules om te stoppen met roken, verantwoordelijk om te gaan met alcoholgebruik. Dus misschien is dat wel een leuke binnenkomen. Ja, dat klopt. En ook daar heeft VGZ goede services voor. Wat is het tofst aan jullie platform? Nou, ik vind het tofst wel dat je echt één consistent uiterlijk hebt in plaats van alle kleine pagina's die we daarvoor hadden. Ik denk ook dat het heel mooi is dat we vanuit onze eigen VGZ-app tegenwoordig die koppeling kunnen maken. Dus met onze services en dat we van daaruit al weten, je bent klant of je bent lid van VGZ, je kan, hier heb je wat extra's. Ja. Dus dat je zo het verschil maakt en het ook voor de rest van Nederland, want heel Nederland willen we gezonder maken, dat je daarmee dus ook wel die hulp kan bieden. Ik heb Brain FM gedownload. Een applicatie die je kan helpen beter te focussen. Dus er zit muziek in die je eigenlijk in een focusstand kan brengen. En een mindfulness coach app voor gezin. Dus ik hoop dat mijn dochter daar iets rustiger van wordt. En nou, we hebben nu drie services in de spotlight staan die ook aansluiten bij de campagne. Maar we willen eigenlijk in de nabije toekomst ook nog meerdere services gaan toevoegen. Services gaan uitbreiden, themapagina's gaan uitbreiden. Zodat je niet alleen de etalage en losse services hebt, maar ook een heel verhaal wat ertussen zit. Eindelijk. Yeah!